Dag lieve mensen, vandaag lezen we een laatste hoofdstukje van het boek Jozua. Jozua sterft en we zien hoe de Israëlieten daarmee omgaan. Korte tijd later, schrijft het boek Jozua, stierf Jozua, de dienaar van de Heer en de zoon van Nun. Jozua was 110 jaar oud geworden. De Israëlieten dienden de Heer zolang Jozua leefde. En ook daarna, toen er andere leiders waren, bleven ze trouw aan de Heer. Want ook die leiders hadden meegemaakt wat de Heer voor zijn volk had gedaan. Jozua, lieve mensen, had de mensen veel geleerd, vooral hoe ze dicht bij God moeten blijven. En die les zullen ze nooit vergeten. Zijn er in jouw leven, in jouw buurt misschien, mensen die voor jou veel betekend hebben? Misschien zijn ze ook al gestorven. Hoe waren het? Wie waren het? En wat hebben ze voor jou betekend? Wat hebben ze jou geleerd? Dat is een dagvraag voor vandaag. Veel succes, denk er maar eens over na. En toon ook je dankbaarheid naar die mensen. Dat is altijd fijn. Dag.